onze liefhebber zit. Boah, ondanks het ontbreken van elke bescherming op de gevoelige plaatsen, komt hij vanaf met lichte verwondingen. Een witplas. Zijn de witplas, onze nagel en hij de witplas, onze scriper. Het is eigenlijk meer op de platte geloven die met de bank al modderig nog van de sprotten van de Bergneus dekt. Ja, je weet de kredietbanken, die al een keer weg is. En we gaan nog juist plakken nog onder muur aan. Maar we weten zes toen en vleugelen die banken. Bij Van Bosch op de Kolenberg. Die pakt alles mee wat al opstond. Nee, toch niet. We hebben niet anders. Allee, nog dat niet. Is het dus de last gaan banken? Allee, ik ga zo gaan wel eens zeggen. De bom is doorassen. Zijn hij bij Antwerpen, jongen? En lukte hij niet wat te manken? Ja, maar ik heb daar nou geen tijd voor te zien. Nee, ik heb het. Ik denk dat voor het gek hè? Hij zal al pas zitten op die tijd. Jo, maar ik wil geen aardig. Hij had er ziek gezet, juist. En hij ziet te doen voor namen opzeren. Hoe gaan we dat ik Babbero zeg? Ja, ik heb een belangrijke mededeling te doen. Dat is goed. Heden. Dat is dus van doe, hè? Ja. Pas op, dat is officieel zwart op wit, hè? Dat doet dat. Heden kondigen de burgemeester in het Schepencollege van Lierde de algemene mobilisatie af omwille van het feit dat. En ik citeer. Imperialistische gemeenten en steden de bestuurlijke grenzen aan ons grondgebied dreigen over te steken met het oog. En ik herhaal het. Met het oog op annexatie. Sure. Ingeheven door jaloezie op de natuurlijke rijkdommen, de infrastructuur en dat de modus zes ertoe de dikke portemonnee van het hier veuren vermaalde Lierde. Ja, als je een boetram. Je zou hem hier als zien, ik moet nog zien, zie ik er nog wat van doen. Doen. Allee, de sheriff verwacht me heerlijkste koelste en nou gaan we over tot mobilisoelste. Het is ook nog mensen kopen als u zit te woesten. Afluis is nog tuinde van het spel. Kom mij dat toch niet ongedacht, zeg! En kom ik hier juist uit circulaire klapsalon. En heb ik hier nog een heel uur zijn, dan ben ik tussen schuilen leggen. Zet daar een naam op, zeg. Je weet niet wat is kosten dat dat is zeker. Je mag je naal gelezen heen, Huizen. Ik heb? Ah, voor naal gestoen steef. De naal gestoen steef? Wat voor naal gaan is dat, hè? Waarom weet ik dat niet, om? Ik wil ik met zo'n pool uit u staan. Lees ik er voor naal gestoen steef, zeg ik. Schepencollege, collega, keuze boeken, dat is niet fijn. Deze wereld is schepen gekregen, 5-6 minuten dan weer de pijn. Ratten en muizen moeten verhuizen, omdat er zoveel schepen in de gezijn. Ratten en muizen moeten verhuizen, omdat er zoveel schepen in de gezijn. Oh, ik zie het al. Duidelijk een geval van massahysterie. Massahysterie? En van het roepen? Zeer. Het is een vorm van angst of paniek die bij een groep van mensen optreedt, in kaas met Schepencollege van Lierde, met een manifestatie van sterk ongepaste emotionele en irrationele reacties in collectieve waanzin. Ho, als u niks plukhoesten, door kan onze burgemeester nog op uit, zou je zeggen. Ik begrijp dat u veel kranten leest, meester, dus. Ja. Om te zien dat er ook weer is. Dan heb ik uitstekend nieuws voor u, burgemeester. Want, wat lees ik in de krant? Er gebeurde een ongeluk in de Astridlaan in Beftingen. En waar bevindt zich die Astridlaan? Gisbergen, bij mij weet toch Gisbergen? Nee, burgemeester. De Astridlaan bevindt zich in Beftingen. Een deelgemeente van Lierde. Het staat in de krant zwart op wit. En als het in de krant staat, is het de waarheid.
En aangezien ik niet van plan ben om van steden en gemeenten op te splitsen, heeft u meteen een stad met 33.000 inwoners bij. Gefeliciteerd! Hoe heet het vallig vinden, vergouverneur te worden? Ja, hoe heet het een diplomvuurlaar? Of tot een schoeliger in die staan? Of is dat van voeten op zunnen, gelijk als de kuning, of gelijk als kruur? Veel onder de mensen komen zeker. Eigenlijk een beetje zoals jullie, maar dan misschien een beetje minder praten en wat meer luisteren. Ik kom dan bij en veel leven is dat.